Hey jongens, goedemorgen. Welkom bij weer een aflevering van Amateurvisser.nl. Ik zit op de boot. Het is koud. Het is denk ik min 1 of min 2, maar het waait niet. En stralend blauwe lucht. Dus ik weet niet precies wat we vandaag gaan doen. Ik denk in ieder geval een beetje verticaal en een beetje trollen of zo. Of een beetje... Wat gaan we doen? Ja, gewoon verticaal beginnen we mee. Hè? Ja, verticaal. En dan gaan we straks even aan de water proberen nog. Ja, ja. Kijk of we toch weer een snoek kunnen vangen vandaag. Ja, wat sta je hier de afgelopen tijd, ja, of niet? Het is ja, toen het twee weken geleden was goed, was de watertemperatuur 6 graden, maar je ziet het, hij is nu 2 graden. 2 graden. Gisteren kreeg ik wel wat tikjes en we waren heel zo voorzichtig. Ja. 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 Het komt goed, we hoeven maar in het te zijn vandaag en dan. Ja. Maar wat is wel eens? Als het. IJs. Oh ja, er ligt gewoon ijs op het water. Heel bevroren. Maar gisteren was het dus heel slecht, maar dat betekent vaak dat het misschien vandaag wel heel goed is. We zullen zien, maar je hebt er in ieder geval zin in. Het is wel echt, het is gewoon windstil eigenlijk. Het is gewoon echt super lekker. Maar ik stop even met filmen, ik ga snel lekker verticaal halen. Weet je zeker een gepikkelde baasmis? Nee. Het voelt zwaar, redelijk zo'n baas denk ik. Oh. Ja, hij bonkt helemaal niet. Gepikkeld, ja. Gepikkeld baars of niet? Een gepikkelde snoekbaars. Gepikkelde snoekbaars. Kijk. Ah, hoppatee. Dat maakt niet uit. Dat maakt niet uit. Vis is vis. Kijk eens hier. Komt mooi van de grond. Oh, en zijn buik. Dat had ik laatst ook een paar keer. Nee, stijf op de grond. Kijk eens de zand. Ja, zand, ja. En zijn vin, ja. Oh, krijgt hij nou een keuze ook nog. Nou, lekker helemaal schoon als je wil. Lekker helemaal. Je zand eraf lekker. Hé jongen, goed jongen, box. Eerste, we zijn van 0 af. Hij had hem al een keer meer, hè? Ja. Misten hem, ja, toch? We lagen een paar bij elkaar, hoor. Ja? Ja, die kregen een paar tikken, dus ik ga nog even een keer terug. Ja, ja, ja. Dat is verstandig, ja. Nou, we zijn van 0. We zijn van 0. Ik zag ze al liggen. Het begint de horstmakreel zenuwachtig te worden, jongen. Oké. Ik ga mijn broodje aan het eten. Ja, hij is maar lekker broodje. Ja, de eerste vis is in de boot in ieder geval. Een mooi snoekbaarsje. Baarsje. En dat hadden jullie niet gezien, maar net nadat we die snoekbaars hadden gevangen, toen ging mijn hengel ook even krom. Ik denk, die heb ik. Ook snoekbaars, maar die ging er van af. Dus dat is wel jammer. Ik heb een redelijk klein haakje eraan. Misschien is het, komt het daardoor. Ik zal het eigenlijk even laten zien waar die tranen pangen. Ik heb ook eigenlijk een soort kreetje op beter aan hangen. Dat is eigenlijk niet voor om een loodkop erin te halen, maar ja. Eens even kijken, dat bijt ze wel op. Zo, we shall see. Ik zal daar even de montage even wat laten zien. En jongen? Je kunt het zien op het scherm ook. Ja, ja, ja. Ja, dat is een baas denk ik. Kleintje. Kleintje, ja. Trekt wel, trekt wel goed om de boot hoor, hè. Toch? Ik weet niet wat het is. Nou, hey, holy shit! Oeh. Holy shit! Oh, pak hem, pak hem, pak hem! Oh, net vast in het velletje. Pak hem, pak hem! Ha! Boem, boem, kie! Hallo! Is een mooie? Dat is een dikke, die is 65. 60. Ja, 60 hoog. Ga er ook eens een lieblingskeur eraan doen, hoor. Met AliExpress setjes. Ja, met kut AliExpress setjes. Die groene moet hebben. Oh. Toh, dat is een mooie man. Hey, ja, dat heb ik ook al 10 keer gehad. Hey. Hoppatee, wacht, dat ik in de schaduw. Ja, zo ja. Oh. Mooie vis, hè? Mooie vis. Hoppatee. Schaduw, hè? Ik heb dit. Oh. ik wil niet zeggen, maar ik, pas op dat een camera ligt hier, hè? Ja, ik zie hem. Kom maar uit. Ja, oh, ik ga even boven. Ik heb dit, ik denk, what the fuck? Hey, snoekbaasje. Snoekbaasje. Nou, die kan ik er zo uit, die kan ik er zo uit liften. Doe een look-up, doe me. Even, doe mijn foto gemaakt samen. Ja, 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 ja. De camera hier neerleggen. Hé, hey, ik vind het gek. Huh? Oh, ik dacht, ik schrok ervan toen ik hem zag. Ik dacht, Ik dacht, wat is die nou? Kijk eens. Hallo, hallo. Mooie visjes zijn dat, hè. Zeg maar even dag tegen de mensen thuis. Dag, dag mensen thuis. Daar gaat ie. Hoppa, op de AliExpress. Oh.
we zitten hier te vissen en Jurgen die kreeg een aanbieding. Die zegt, oh, dat is een klein snoekbaasje. Maar op een gegeven moment zag ik die lijn, die ging onder de boot door helemaal. Ik denk van, oh... Ja, de top maakt wel in de gaten, hè? Ik denk, die is groter, wat zei je? Je had het mee in de gaten dat die groter was. Ik dacht dat het een groter was. Op een gegeven moment toen die onder de boot door ging, ik denk, dat is geen kleine. Ik zag die hengel best wel wat krom. En ik heb mijn hengel heb ik gewoon hier even aan de kant liggen. Ik ben even die... een beetje helpen, die tandjes uit het net te krijgen, zeg maar. En... op een gegeven moment voelde ik aan mijn hengel zo. Ik had mijn, zeg maar, een hengel lag onder mijn ballen. Dus dat is natuurlijk super gevoelig, dus ik voelde... ik voelde meteen trrrt. Ik denk, oh... Ik denk, dat is vis. En dan had ik ook een mooi klein snoepbaasje. Dus ja, zijn we over de goede stek heen gedrift. Dus, ja, met varen wel, hè? Wel met varen, snelheid, ja. We zijn eigenlijk niet in het verticaal. Ja, we zijn wel in het verticaal. Een kilometer per uur. Ja, kilometer per uur gaan we. Met de diagonale, zeg maar. Ja, dat zijn we aan het doen. Diagonale. Dat zijn we aan het doen. We houden hem gewoon stil en net boven de grond. Even kilometer per uur varen en dan klatsen ze erop. Ja, dat is een nieuwe techniek, jongens. Alleen op amateurvis.nl. Diagonale. Dus hij gaat lekker. Dat is prachtig weer. Dat is echt, genieten dit. Ik ga daar even een andere aasje aan doen. Die is even ophalen. Dit is een eentje die ik heb van AliExpress. Dat is echt wel een mooi dingetje met van die vinnetjes en zo. Maar toch op die lievelingskeur bij het stok alweer goed. Even kijken. Ik heb van alles bij. Ik heb er een blauwe bij. Daar heb ik niet zo'n vertrouwen in, een blauwe. En een groene. Een iets grotere. Ik heb een roze Tom. Ik heb een roze geprobeerd. Een roze, ja? Ik heb proberen. Ik heb net gewisseld. Ik ga deze straat doen, die Fox Rage. De groene. Iets groter. Een loodkopje van 14 gram en hier zo'n Fasttech van Mustad, zo'n clip. Dat is ook wel handig. Even kijken, top. Ik heb hier nog een Pro One Touch Stinger op zitten. Het zijn ook wel fijn dingetjes, hè? Die stingertjes hier, die kleine. Ja, die zijn fijn, ja. Ja, van Spro zijn die. En dan prik je hier gewoon over de haak en dan hier prik je hem in je shed. Eigenlijk wel cool stuff. Ja, we even kijken. En dan 14 gram eraan, hè, maar dat zei ik al. Is het lekker warm, jongen? Lekker warm, jongen. Ja, Tom, goed gedaan. Een Hot Rocks. Hij is goed, hè? Heerlijk warm. Die mag je hebben, jongen. Ja. Moet ik dat ding oplaaien? Ja, die mag je houden. Oh, dankjewel, jongen. Je hebt veel meer last van koude handen dan ik. Oh, ga even in je broek doen. Ja, dan hoef ik hem sowieso niet meer terug dan. Ik heb koude ballen. Koude ballen. Hot rocks. Hij is lekker warm weer. Maar heb ik altijd ook Ali? Nee, dat heb ik bij golfwereld.nl of zo. Moet je die oplaaien? Ja. Ja, je moet hem oplaaien met een USB-kabel. Ja. Heb je zo'n kabeltje, ja, denk ik? Ja, op een telefoon. Ja, en die is een USB-lader, dan kun je telefoon opladen. Als je dat nog... Die telefoon opladen? Ja, dan kun je telefoon in opladen, ja. Oh, aan dit ding? Ja. Oh, ideaal. Ja, dat is een fijn ding. Ik zeg, moeten hebben. Ja. Op de chat. Ja. Ja. Jongen, dat is een fiets. Nee, ik zit vast. Je zit vast, hè? Kom dan mee. Ah, ik wil zeggen. Dat is een lijk. Wordt wel een man vermist, hè? Een verdronken Duitser. Dat is toch een goede aanbeet. Mooi voor de foto. Ja, inderdaad zo. Wow, dit is dat, man. Tak, hangt er 5 meter. Ik kan hem op de diepte meer te zien. Oh ja. Oh, hebben ze mee even binnen, dat is ook dacht. Ik ga even een beet pakken, ja. Dan wordt hij snel wat deze zwaarder. Hij hangt op 3 meter. Dat is heel groot. Vat ik hem even beet ook. Wat? Die onderlijn. Oh ja. Wacht, dat is. Kom mijn onderlijn al aan. Een tak, ja. Wacht niet. Ik heb mijn vuurbal op draaien. Ja, hij is los. Wel, hè? Deze zit er nou ook in natuurlijk. Aan de lijnen, ja. Ja, die zit er ook in, ja. Hij is los, ja. Ja, laat hem zakken. Ja, laat hem zakken. Doei. Doe je maar een beetje. Tja, stokvis.
Nou jongens, we hebben nog even een hele tijd geprobeerd op die plas, maar nog wel een paar tikjes gehad, een paar lossers, maar niks heel, niet heel veel bijzonders er meer. Dus we knallen nu even verder op een andere plas, even proberen. Kijken hoe het daar is, maar het is vooralsnog best time, maar goed. De dag is nog jong, het is een uur of 11:30 of zo, dus we hebben nog even tijd. Yes. Nou, gewoon even platten eraan hangen, Tom. Moet je best sturen. Dat is een goed idee, jongen. Verticale is niet zoveel meer, hè? Nee, nou, dat zie je toch nooit niet zo, hè? Deze plas niet. Nee, dat is waar. Het is meer een snoekplas. Ja. Dus we gaan nu snoekvissen. Nieuwe Fireball van Spro. Even laten zien. 40 grams. Hele dikke haken erop. Er waren heel lange vragen naar de markt. Op de markt. Daar heb ik met Piet Verkaster een keer over gehad. Ik zeg, god, onder je Piet. Kijk een keer goede fireballs maken, joh. Want geen één merk heeft ze bijna goede. Daar heb je Invisible Products aan. Ja. Nou, dan komt een dikke ook fijn, hè. Een hele dikke, heel groot oog. Even kijken als ik het opkrijg. Kun je eventueel twee stingers aan zetten. Ja, ik heb nou deze zelf gemaakt, zo. Ja. Ik wil direct zien wat schubjes weghalen. Dan ga je nog een beetje hard. Wat waait toch hard? Hij stinkt nu al. Ja, dat moet ook. Meer dat stinkt, meer vis dat je op. Ja, ja. Dan doe je hem hier zo net door het velletje. Kijk, zit hij. Want hij valt hem toch in de flank. Zo'n grote vis, die snoek. Ja, net door het velletje heen, ja. Nou, deze zetten we hier achter nog ergens voor. Ja, dat is een staart boven. Nou, heb je niet van die pike stingers eraan? Nee, deze niet. Bij een makreel doe ik daar wel aan zo, want die zijn een taai uit. Deze slaat er zo uit. Ja. Ik heb de blaas al lekker geprikt, heb je net gezien. Ja. En dan kom ik daar kijken of deze iets oplevert. Hier aan jouw kant, de wagen erin. Gaan we die trollen of? Ja, een beetje slepen zo. Gewoon een beetje. Kijken of dat die. Dat je buurt eigenlijk een beetje hard. Zo zien hem. Is wel mooi, hè? Ja, hangt nou op zijn kop. Ja, ja, maar als je hem gewoon loslaat, dan hangt hij goed. Nou, we hebben weinig snelheid, dus dan komt het goed. Kom man! Yes! Ja, gaan we proberen. Die is erin. Die doet het. Dat is mijn motor van de. Oh ja! Rustig aan. Ja. Dat is een goed formaat. Oh, kom maar zitten. Dat kan ik even omdraaien. Maatje, altijd waar zijn we? Waar zijn we? Ja, op de brbot. Zet maar alles aan de kant, joh. Even plaats maken. Oh, die een dikke kop, jongen. Ja, dat weet ik, dat heb ik al gezien. Die een dikke kop. Ik kon dat niet goed zien. Ik voelde al dat het een dikke was. Ik kreeg al een tik, want ik kreeg tegen jou een tik. Ja, ja, ja. Druppel. Zo, nou, even wachten, hè. Ja, ja. Matje nat maken. Oh, pas op, met de lijn, pas op. Dat is heel warm. Dikke kop, joh. Ja. Nou, hij is net een meter, denk ik. Net. Kom. Nou, ja. Nou, dat is een mooie. Ja, heb je hem? Ja, ik heb hem. Oh, hij is al uitgedraaid. Oh, moet je zien wat de pants. Hey. Waar is het over, hè? Oh, hoi. Hij is lang. Ja, hij is lang, ja. Hij is lang. Hij is heel lang. En hij is dik. Hij is heel lang. En hij is dik. En hij is dik. En hij is dik. Oh. Maar hij zit wel goed vast, hè? Ja, we denken hier bij jou. Ja. Oh, wat een. De kop. Het foto gemaakt van die bek. Dat ding erin zit. Je laat even de een zien, denk ik. Ja? Ja. Nee, hij is. 1-4. Zo! 1-4. Oh. Wat een vet pant, man.
opvullen nog, hè? Ja, hier zit een hele dikke. Hier een hele dikke. Hier zit gewoon een eend of iets in. Ja, er zit een eend in of zo, hè? Die zit er in de meerkoe, lijkt wel. Hier, ja. Allemaal botten. Ja, ja, ja. Hier. Even bijkomen. Even bijkomen. Ik had maar één op. Oh, holy shit, the motherfucking hell, man. Ja. Ik dacht, dat gaat niet meer gebeuren vandaag, jongen. Dat gaat gebeuren. Hey, geef nooit op, hè. Nooit opgeven, hè. Jongens, de aanhoudende wind. Wij dachten, het gaat niet meer gebeuren, maar... Ik wel, hè. Ja, ja, Jurgen denkt altijd dat het gebeurt. Want thuis vang je sowieso niks, hè, zeggen ze wel eens, hè. Ik kan er vertrouwen in. En ik zit hier met die hengel in de hand, jongen. En wap, schuift er iets overheen. Ik denk, dat is een flinke, hè. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker. Dus ik ben hem zo boven een takel en hij is gewoon 1 meter 4. Maar het is wel de dikste die ik ooit gevangen had. En volgens mij zat er een eend in. Ja, daar zat een bot in. Ja, er zat een bot in, hè. Dus die heeft een rat gegeten of een eend of... even een klein kind of zo, maar... ja, man, die trok. En dus we spartelen en toen hingen we met de andere hengel nog even vast. Dan moesten we even losmaken. Maar het was een heel gevecht. Ik ben blij dat hij bleef hangen. Toen was ik nog even een beetje bang voor. Ik denk van, oh, dat had ik dan sowieso zien. Dat is net zo'n dag dat die ene aanbeet dan ook nog eens een keer flink eraf gaat van die dikke. Maar dat was niet. Dus ik moet er een beetje bij komen. En Jurgen heeft hele gave foto's gemaakt. Dus ik ga eens even kijken. Een release filmpje. Een release filmpje hebben we gemaakt met de GoPro onder water. Fijne stok, hè? Ja, fijne stokken moet ik even zeggen. Want ik heb hier even die vis mee afgedrild. Van mij ook. Een Patriot stokje. Patriot Pike Hound. Een? Patriot Pike Hound. Patriot Pike Hound. Voor de molen en voor de rillen hebben ze die. Ja, ja. Super Engels. Ja, het zijn mooie dingen. Kun je goed mee drillen. En die boog net genoeg. En dat was net stijf genoeg. Dus zeker voor die voor zo'n snoek. Dat is denk ik ook een speciale snoekhengel, hè? Ja. Dat zal wel, ja. 120 gram op zich, maar hij is wel stug. 120 gram. Die burgbots kunnen gewoon mee gooien, hè? Ja. Van 300-400 gram. Een centje bij. Oh, jongens, even mooi. We gaan nog in de meer vangen, Tom. Ja, we gaan nog in de meer vangen. Maar vanmorgen met mijn ultralight verticaal stokje bezig geweest. en ik pakte net deze engel in de hand met dat zware Astra. En dat was wel even wat anders. En anyway, ik ben nog een beetje onder de indruk. Ik weet niet zo goed wat ik allemaal moet zeggen. Maar, fucking heel een dikke foto. Jongens, de dag is alweer geslaagd. We gaan snel verder vissen. Even laten zien wat ik net mee gevangen heb. Dit is die Patriot Hengel Guides Gear Pike Hound. 24 ton staat er op carbon. 24 ton carbon. Dat betekent, wat aas is natuurlijk ook heel belangrijk. En ik heb zelf vis ik nooit met dit soort grote dingen. Maar je ziet, het werkt wel, hè. Dit is een burbot, hè, heet ja, dat, hè? Van Savage Gear. Niet van Savage Gear. 30 centimeter. 30, ja? Ja, volgens mij wel. Dat is in ieder geval flink beest met een lange staart. En die schoof er gewoon overheen. Ik voelde ook meteen dat het vis was. Ja, ik had hem in de hand, hè? Ja, ik had hem in de hand. Ja, dat is mooi, man. Echt, ik voelde gewoon zo'n duikboot. Die pakte hem, jongen. En ik denk, als hij maar bleef zitten, dacht ik, weet je wel. Hij zat maar net vast. Maar, dit is hem dus. En, ongeveer, ja, ik viste die een meter boven de grond, denk ik. Ja, het was maar 2,5 water, hè? Ja, ik denk, ondiep. Ja, heel ondiep, ja. Dus laat hem zo zakken. Hoe diep is het hier? 4,70 meter nou. 4,70 meter. Touwtje er aan zitten, dus 7 graden, ben er allemaal. Ja, ben ik. Echt waar? Nou, kijk die mens. Huh? Nou, kijk die mens. Heb je die dooien? Ik zit vast. Oh, zit je vast? Nee, hij komt mee. Mens. Heb je die dooien eraan? Nee, jongen. Nee, die komt niet zo makkelijk mee. Nee, dat is die dooien niet. Maar je zit nooit vast. Amateurvisser. Dan ga ik naar huis, hè. Wat is? Dan ga ik naar huis, als dat is. Als wat is? Maar jij zegt. Die dooien? Of wat? Je zit hem niet zeker, nou. Ja. Dat is een lomp gewicht, nou. Als dat die verdronken man is, jongen. Ja. Nee, die krijg je niet zo makkelijk omhoog. Nee, die krijg je niet zo makkelijk omhoog. Ik denk dat je een tak eraan hebt. Nee, dat is geen tak, een fuik. Geef wat hem, hè? Een fuik, hè? Hij wordt van fucking zwaar, man. Nou, wat jullie niet weten, maar wat wij wel wisten, er is hier een tijdje geleden. Hoe lang geleden was dat? Dat was
vorige week hebben ze gezocht. Vorige week hebben ze hier met 50 politieagenten of zo. Allemaal vrijwilligers hebben ze hier het water doorzocht. Dat is een man vermist. Een man vermist, die is hier waarschijnlijk verzopen. En ik was net de snoek aan het drillen en Jurgen die hangt vast aan het tillen. Dat is echt gewoon enorm zwaar doodgewicht. Dus op een gegeven moment stond ik knikkende knieën. Ik denk dat die man. Is dat een dode man. Zou je ook nog zien, haal je die naar boven zeg. Maar dat was het niet, het was gelukkig intact. Dus, een grote tak. Dus dat viel wel mee. We varen weer even terug naar het water waar we begonnen zijn. En we gaan nog even een stukje verticaal, hè, want de snoeg is nu toch al binnen. En om 4 uur moeten we weer thuis zijn zoiets. Dus dan kunnen we nog een uurtje verticalen. Kijken of we nog wat snoegbaars kunnen tikken, zullen zien. Maar de dag is in ieder geval al een succes en het is echt helemaal super. Hè? Een goeie. Hé, een chefke. Hoi. Hier rennen. Ik denk wat gaat die hard? Hè? Ik heb een ring bij zie ik. Allemaal ja, zeker. Een beetje. Allemaal klein hè? Ja. Allemaal. Het is allemaal 50. 50, 55, 45. Daar ben je. Klein. En jij? Ja, zeker 12. Jij was hier laat dan? Wat zegt u? Jij was hier dan laat? 12:30. Ja, wij hebben tot 12 uur gelegen, hè? Ja, tot 12 uur. Dit huisje, trek hem maar eens uit. Ik ben net even bij de boei geweest, maar dat was helemaal niks. Auw, vrek de kut. Ja, appen. Zo, dat was het voor vandaag. Lekker dagje. Dat was een lekker dagje. Jurgen heeft nog twee snoekbazen gevangen. Op de chat, hè? Ja, allemaal op die lievelingskeuzesjetjes. Ik heb alles geprobeerd, maar ik kreeg hier geen snoekbaas meer gevangen. Maar dat maakt niet uit, want ik had een mooie snoek van vandaag gevangen. Dus, ja, daar gingen we voor, hè? Dat was een lekkere, hè? Snoekbaas was taai, baas was taai, verticaal. Ik kreeg wel veel beter. Ja. Maar er bleven geen in de plakken bijna. Eigenlijk gek dat we geen baas hebben gevangen, vind ik. Niks. Echt totaal nee, nul, hè? Nee, niks. Normaal moet je altijd mijn best doen om een snoekbaas te vangen, omdat ik altijd baas ving. Maar nu ja, die vangen we alleen maar snoekbaas eigenlijk. Ja, nou, we gingen eigenlijk die snoek, hè. Ik heb het meer op die snoek gehad. Ja, dus ik gewoon van die grote snoek. Ik zei, ja, het is schokken, hier was het taai. Ik zei, we gaan naar een ander water toe. Ja. Dat is toch al heel lang taai. En daar waren we eerst ook het verticale. En toen was, het ook taai, even. Ja, ik kreeg helemaal niks. En totaal leeg scherm op de dieptemeter. Dus dachten we van, En toen zei Jurgen, zo, weet je wat, met grote kunst eens proberen, die grote burbotraan. Ja, de aasvissen wou ze niet. Aasvissen wou ze niet. De lakvis overal. Ja. Dus ja, dan met grote, felle kleuren de troebel water heen, met die grote knijters. Ja. En ik had mijn hengel in de hand, hè. Dat was het mooiste. Ik had de hengel in de hand en op een gegeven moment voel ik zo'n duikboot eroverheen schuiven, jongen. Ik denk, kut. Schreeuwen dat je niet meer schreeuwen. Ja, weer schreeuwen als een little bitch. Amateurvissen, maar gedrild als een pro, hè? Ja. Ja, gaat hem stevig. Ik heb hem strak afgedrild. Ik heb hem goed gedrild. Ja. Normaal sla ik altijd een beetje aan als een mietje, zo, weet je wel. Maar ik begin het langzaam te leren. Ja, die schuift er volop. Ja, was wel even, er helemaal in, hè? Was wel even wennen, had ik die Peter hier in mijn hand. Ik had de hele tijd met mijn verticale engeltje gevist. Dus ik denk, dat is lekker lomp, maar. Je pak hem wel, hè? Ja. Toch, hè? Ja, gek, dat goed. En ik kreeg nog een keer staart erbij te rikken. En een staart erbij te rikken. Ik heb ook een burgbot. Ik heb ook een burgbot aangehangen met Tom zijn vangst. Ja. Kreeg ook even een klap. Ja. 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 Ik miste de dreggen. Ja. Maar al met al, eigenlijk wel weer een topdag, hè? Topdag met, topdag met weinig vis, maar wel een mooie. Ja, weinig vis, wel een mooie vis. En heerlijk weer geweest. Dus, ja, we hadden eigenlijk een ander plan, hè, vanmorgen. Ja, we hadden eigenlijk een ander plan. Maar dat ging al heel vlug niet door. Nee, dat. Dus dan moet je weer een ander plan. Dat komt een andere keer. Ja, ooit een keer. Hou amateurvisser.nl maar in de gaten, want dat gaat een keer gebeuren. Komt maar een keer. Goed, jongens. Hey, ik zou zeggen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ja, gewoon. Doei, doei. Doei, doei. You never guess the places that I've been. You never guess the places that I've been. Cause everything is like a dream, yeah, but only in that dream that I live in.